jij zin om mee te gaan met een volgende road? Ja, graag. Als ik daarvoor verlof kan nemen, direct, ja. Joe! Dat is even verschil. Ga jij heel de reis zo overdreven enthousiast zijn? Dit zijn Anne-Sophie, Ruben, Isa en Bob. Zij hebben geen syndroom van Down. Dit is The Road. Zeg, maar jullie zullen nu wel heel benieuwd zijn naar waar we gaan. Ja. Ik denk waarschijnlijk een of ander ver exotisch land. Dat is meestal toch een van die reisprogramma's. Ik vind het ook al spannend. Ja, ik weet het, hè. En? Het is... Thailand. Ah, okay. Oh, tof. Nog niet geweest. Dat vind ik leuk. En aan welke gate moeten wij zijn? Moet ik iets zeggen? Maar anders zoeken we het zelf wel even uit. Ja, gewoon wel een keer Dieter. Ik denk dat het daar is. Zeg Dieter, ga jij nu heel de vlucht naar de kampioenen kijken? Dat is zo leerrijk, FC de kampioenen. Oké. Okay. In Thailand zelf had Dieter een busje geregeld. En hij wou per se zelf rijden. Maar ik had er een heel slecht gevoel bij. Dan gaan we rijden als die mensen voorbij zijn, hè? Ja, beste Dieter, anders rijden die omver. Jij zorgt dat ik links rij, man. Ja. Ja, maar jij staat te sturen. Pas op, zie dat je niet tegen die paard rijdt. Volgens mij had hij nog nooit met een auto gereden. Het gaat vlotjes, hè? Ja. Heb je het mopje? Ja, ja. Vind je het goed? Nee. Bedankt voor te lachen, hè. Oh my god. Dieter, wel niet boosting. Kom maar. We gaan iets typisch Thais doen. Een ladyboy cabaret show. En weet iemand wat dat is? Ja, tuurlijk weten wij wat een ladyboy is. Je moet dat niet meer uitleggen. Een ladyboy, dat zijn mensen die eigenlijk in een mannenlichaam zitten. Die zijn zo geboren als man, hè. Maar die hebben eigenlijk een hart van een vrouw. Ja. Maar Dieter, wij zijn heel moe. Het is 4 uur 's nachts. Wij gaan slapen goed. Ja. Maar hé, hey, ga gerust naar uw show, maar wij zijn weg. En dan hebben wij Dieter daar achtergelaten en eigenlijk niet meer teruggezien. Maar sorry, mogen wij eens ook iets zeggen? Wij twijfelen een beetje aan het programma. Wij vinden het eigenlijk niet kunnen dat Dieter wordt opgevoerd puur als amusement voor de kijker. Ja, dat is geen knuffelbeer, hè? Nee, dus wij zouden eigenlijk liever niet meer meedoen. Ja. Sorry. Sorry. Het is veertien waar, dit.